We gaan het vanavond hebben over aanvallend offensief gebed. Over gebed met autoriteit, met gezag. Gebed bestaat uit twee aparte delen, die heel belangrijk ook zijn. Het ene deel, dat is een defensief deel. Dat zijn we heel erg gewend. Maar er is ook een offensief deel. Daar kunnen we wat moeilijker mee omgaan. Als we alleen maar het defensieve deel van het gebed kunnen hanteren, dan zal het andere deel, het offensieve deel, het gebed met gezag en autoriteit, ernstig verzwakt worden. En die verzwakking van dat offensieve deel wordt dan uiteindelijk uw nederlaag. Een totale ineenstorting. U zult nooit kunnen vast blijven houden wat u hebt als er geen offensief deel is in uw gebed. Ik hoor zo vaak in gesprekken, als ik mensen spreek, pastors spreek, voorgangers, dan zeggen ze ja. Ik leer eigenlijk, dan zeg ik het even met eigen woorden, ik leer eigenlijk de mensen te bidden om dat het gebed een geloofsrust is. Dat is niet verkeerd. Dat is niet verkeerd. Maar helaas is het gebed ook een geloofsstrijd. En als het gebed geen geloofsstrijd voor u is, dan zult u ook nooit geloofsrust kennen in uw gebed. Ik predik dat door geloofsstrijd krijgt u geloofsrust. En als wij geen geloofsstrijd leveren in het gebed, dan zullen we nooit toekomen aan geloofsrust. En velen die hebben ook daarom nooit geloofsrust in hun gebed, vanwege het feit dat ze altijd maar strijd hebben om krampachtig te verdedigen wat ze hebben. Dit zijn belangrijke waarheden. Verlies deze niet uit het oog. Dus eigenlijk is het principe heel eenvoudig. Door strijden komt er rust. Ik heb rust door strijd. Niet doordat ik strijd heb, nee, door te strijden. Door een gevecht aan te gaan, een geloofsstrijd aan te gaan, waardoor ik uiteindelijk in rust ben. Offensief gebed is een ongekende macht. Ongekend. Wij hebben geen idee, mensen. Ik hoop na deze avond dat u meer inzicht daarin zult krijgen. Dat wil ik met u delen, wat in mijn hart is. Het is een van de allerbelangrijkste principes voor Gods kinderen. Maar gebedstrijd, offensief gebed, is een ongekende macht. Ongekend groot. Koningin Mary van Schotland, jaren geleden, die heeft eens gezegd: ik vrees de gebeden van John Knox meer dan al de legers van Engeland en Frankrijk bij elkaar. Zij vreesde die ene man meer dan de duizenden, tienduizenden, honderdduizenden manschappen. Zij vreesde voor die man. Zij vreesde. Die man wist wat offensief bidden was. Die man die streed. En uiteindelijk, dat was rond 1540. Dat was de Schotse hervormer. En deze man heeft met zijn gebeden uiteindelijk, en die vrouw stond bekend als de bloedige koningin, die zomaar
Dat iedereen deed, die joeg ze over de kling. Uiteindelijk werd ze afgezet door de gebeden van John Knox. Dat was in 1567. En als je die gelooft, sla de geschiedenis maar op. Uiteindelijk overwon hij door zijn aanvallend offensief gebed. We gaan lezen uit Matteüs 16. Dat is ons uitgangstekst vandaag. Matteüs 16. In het 18e vers. Hij zegt, de Heer zegt hier dat hij zal zijn gemeente bouwen. En dan zegt hij er gelijk achteraan, en de poorten van de hel, van het dodenrijk, zullen de gemeente niet overweldigen. Nee, sterker nog, ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. En wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. De poorten der hel. We hebben met autoriteit te maken die Jezus Christus aan zijn gemeente gaf. En het blijkt dat uw gebied, mijn gebied, ons gebied gaat tot aan de poorten der hel. Tot zover gaat het. Dat is een ietsje pietsje verder dan de doorsnee mens bidt. Die is al blij dat ze kunnen behouden en vast kunnen houden wat we hebben. Maar de Heer heeft geleerd hier dat wij een aanvallend gebed zullen bidden. Tot aan de poorten der hel. Amen. Nou, wat is een poort? Allereerst is een poort een ingang. Ingang en een uitgang. Een ingang tot een bolwerk. In dit geval bolwerk van de vijand. En die vijand in dat bolwerk heeft zijn macht geconcentreerd in de poort. Gaan we zo zien. Die poort is dus heel belangrijk. Het blijkt dus ineens dat als die poort, de macht van de poort in die poort is, de macht van de vijand in de poort is, dan blijkt de woorden van de Heer ineens een heel ander licht te komen tot aan de poorten der hel. Die kwaadaardige vijand. Die kwaadaardige vijand die maar in en uit gaat en doet wat hij maar wil. Al de aanvallen onderneemt naar de mensheid. Meer nog, naar uw woonplaats. Meer nog, naar uw familie. Meer nog, op u gericht is. Hij valt maar aan. Hij doet maar. Hij valt de ongelovige aan. En hij valt de gelovige aan. En de poort is steeds het uitvalsbasis van dat bolwerk. Het is belangrijk om te weten dat wie de poort bezit en in bezet houdt, dat hij dus macht heeft over het bolwerk van de vijand. Het is nogal vrij simpel, als ik de poort bezet, dan kan de vijand er niet meer uit. Amen. Als ik de poort in bezit neem, kan de vijand er niet meer uit. Wauw. Kom aan mensen, we zijn hier met een leger van de Heer. Laat eens wat horen. De vijand kan er niet meer uit als we de poort in bezit nemen. En daarom heeft de Heer gezegd, tot aan de poorten der hel zal onze strijd gaan. En we hoeven ook niet bevreesd te zijn voor die poorten van de hel. We hebben het over bezetters van een poort. Of we hebben het over de machthebbers die door die poort hun gebied vergroten. En maar doen in deze wereld en in onze levens. En uiteindelijk bezetten. Die bezetters zullen we eruit moeten jagen. En we zullen hem moeten opdrijven tot in zijn eigen bolwerk.
en daar dat bolwerk bezetten door de poort te bezetten. Dat klinkt misschien krachtpatserige taal, maar uiteindelijk is dit taal van de Bijbel. Want als de Bijbel zegt dat jullie hebben de boze overwonnen, dan is dat wel in het gebied waar die is en heerst en woont. In de poort van het dodenrijk, van de hel. Wie de poort bezet en bezit, heeft dus de macht over de bewoners van het bolwerk. En dan zijn diegenen die gevangen zijn door dat bolwerk, worden vrijgemaakt. De poort is dus het centrum van de macht van het bolwerk van de duivel. Die poort, in de poort, daar zat het leiderschap. Vroeger, want toen Jezus dit sprak, toen was de realiteit nog altijd zo. In de poort zat het leiderschap. Daar zaten de raadgevers van de stad. Wanneer je een probleem had, ging je naar de poort. Daar zat de leiding van de stad. De machthebbers van de stad. Lees maar in Deuteronomium, mijn hoofdstuk 15, daar lezen wij dat als er een probleem was en er moest recht gesproken worden, dan ging men naar de poort. En daarom staat er ook in de Bijbel dat we het recht moeten hoog houden in de poort. Amos, we moeten het recht hoog houden. Dat is belangrijk, omdat we weten wat de functie van die poort is. Want dan gaan we straks zien en ontdekken dat de duivel moet wijken voor de naam van Jezus en voor het leger van de Heer. En dat zijn we toch? Amen. Hé, mensen. Zou het niet fantastisch zijn dat we met een geweldig leger van overwinnaars zouden gaan door onze steden en dorpen en plaatsen en regio's en dat we zullen opeisen voor de glorie van God. Dus de poort, zeg mij, daar wordt recht gesproken. Daar werden de zaken onderhandeld en afgedaan. Denk aan Boas, die ging ook naar de poort. Maar nog iets belangrijks, nog veel belangrijker dan over onderhandelen. Er staat namelijk dat er worden troonzetels van koningen en machthebbers in de poort geplaatst. Er staat in Jeremia 1 vers 15. Van machthebbers werden de tronen geplaatst in de poort. En als er oorlog op komst was en men kwam in vergadering bijeen, of er een oorlog gehouden moest worden, ja of nee, dan kwamen de generaals, of de admiraals, de opperbevelhebbers, al diegenen die macht hadden, alle adviseurs, die kwamen dan naar de poort. En daar waren de tronen opgericht en daar zaten de koningen. Probeer eens even terug te denken, 1 Koningen 22. Daar lezen wij in 1 Koningen 22 vers 10 dat koning Achab en koning Jozefat zaten in de poort op tronen. In de poort. Daar zaten ze. En er kwamen profeten, het waren wel valse profeten. En die kwamen advies brengen. En er kwamen de generaals. En al die lui kwamen daar in de poort. Daar was dus de macht van het bolwerk. Jozefat. En ze maakten hun oorlogsplannen. Achab. Daar kwamen de adviseurs, de raadgevers van de stad. De poort was dus het zenuwcentrum van het bolwerk. En de poort is het zenuwcentrum van de duivel. Van de hel.
Hou dat even vast. Er zijn van die dingen, moet hij steeds vasthouden. De poort is het machtscentrum van de vijand. U denkt dat de duivel helemaal weg, diep weggestopt zit achter dikke muren, nog dikkere en nog meer dikkere muren. Nee, hij zit in de poort. Daar zitten de koningen, daar zitten de vorsten, daar zitten de machthebbers. En het natuurlijke is altijd het beeld van het geestelijke. En al die kwaadaardige officieren, die heerschappijen zoals Paulus dat noemt, en machten en machthebbers en wereldbeheersers, die kwamen daar samen. Nou, dit had Jezus voor ogen toen hij dit uitsprak. De poort der hel zullen u niet overweldigen. Hij zei het niet, jullie moeten nu naar de poort gaan. Maar Jezus heeft een heleboel dingen niet gezegd die er toch tussen de regels door te lezen zijn. Anders sprak hij niet over de poort van de hel. Hoe kan de poort van de hel ons niet overweldigen als we er niet heen gaan? Als wij daar dat bolwerk zullen bestrijden, zal de vijand voor u sidderen. Er zijn voorwaarden, dat gaan we straks wel horen. Maar uiteindelijk zit het de vijand. Nou, vanuit deze wetenschap zegt God nog iets belangrijks. Israël is ook weer het voorbeeld voor de gemeente. God heeft namelijk tot Israël dit gezegd. Hij zegt dat in Deuteronomium hoofdstuk 1, dat is een heel belangrijk gedeelte. Deuteronomium hoofdstuk 1, vers 21. Zie, de Heere uw God heeft u het land tot uw beschikking gesteld. Ze waren er nog niet in, maar hij zegt, jullie zullen het straks bezitten. Hij zegt, trek daarop, neem het in bezit, zoals de Heere, de God, uw vader, tot u gesproken heeft. Vrees niet en wees niet verschrikt. Gij zult het land Canaan tot een bezitting hebben, tot een erfenis. Maar God zegt hier ook in dit gedeelte, neem het dan in bezit. Dus wat wij willen bezitten, zullen wij ook in bezit moeten nemen. Dus wij zullen moeten leren dat wij ook nog eens een bezettingsmacht moeten worden. Dat ligt niet zo in ons. Dat is niet zo ons aard. Wij zijn gewend om het rustig aan te doen. Broeder, geloof, rust. Ja, maar geloofsrust komt door geloofstrijd. Dat was het eerste principe wat ik zei, weet u wel? Wij zullen in de rust zijn als wij de vijand opgesloten hebben in zijn bolwerk. Gij zult het bezitten, neem het dus in bezit. Halleluja, broeders en zusters, halleluja. Dus uw bezitting zullen wij in bezit moeten nemen. En in bezit nemen betekent bezetten. Afpakken wat van de ander is. Halleluja. Prijs de Heer, Martin. Goed zo. Jij zegt tenminste nog amen. Bezitten betekent in bezit nemen. Dat betekent afpakken wat van de ander is. Hey, onthoud al die principes die ik hier zeg. Staat allemaal in het woord van God. Gij zult uw bezitting in bezit nemen. Wanneer we hiermee falen, dan zal de vijand uit de poort komen en ons in bezit nemen. En ons tot gevangenen maken. En zullen wij uiteindelijk bezet worden. Het is een of het ander. Het is tegen hem ingaan en overwinnen of anders overwonnen worden. Daarom moeten wij aanvallen. Maar wees verzekerd dat de gemeente van Jezus Christus, die hebben kracht en die hebben sterkte van God en zijn uiteindelijk sterker dan de macht der hel. En de poorten, zegt Jezus, van die hel, zullen u niet overweldigen. Amen.
De machthebbers in die poorten, in die poort zit dus de machthebbers, dat was net een ander principe. Die machthebbers in die poorten sidderen voor de machtige naam van Jezus die u zult gebruiken. Als u het gaat hanteren onder de zalving en de kracht van het woord en de geest, de principes die nodig zijn, die je moet hanteren, de wapens. Tegen die wapens heeft de vijand geen antwoord. Halleluja. De poorten zullen voor de aanval van de gemeente niet stand kunnen houden. Nu is het vaak zo dat we zeggen, oh broeder, bid voor me, want ik kan geen stand meer houden. Maar het is niet erg als iemand in nood is om te zeggen, help me. Dat moet u zelfs doen. We moeten helpen, we moeten elkaar helpen, de arm omhoog houden. Maar u moet ook gaan beseffen dat degene wat zwak is, sterk moet worden. En u gaat, daar heb ik vanmorgen over gesproken, van niveau naar niveau, van kracht naar nieuwe kracht. En wat u vandaag bent, dat is meer dan dat u gisteren was. En wat u morgen zult zijn, dat is weer meer dan dat u vandaag bent. Halleluja. En uw kracht zal alleen maar toenemen. En de naam van Jezus is sterk genoeg om de poort van de hel te doen sluiten. De naam van Jezus is sterk genoeg dat de vijand zal sidderen. Natuurlijk, ze vallen aan. Ze vallen aan. Daarom vallen wij aan. Ze worstelen. Daarom worstelen wij. Ze vechten. Daarom vechten wij. Ze willen proberen te overwinnen. Maar één kan er maar winnen in de strijd. Eén kan er maar winnen. Vroeger als we een partijtje vocht op schoolplein, een robbertje vechten, je bleef vechten totdat je winnaar was. Het was niet best als je, dat ze op je, dan moest je genade zeggen. Zo was het toch? Nooit gevochten? Slap Janissen. Maar ik bleef vechten. Ik zal maar niet zeggen wat ik al gedaan heb. Ga je ineens anders denken over mij. Maar het is al heel lang geleden. Want ik dien al 50 jaar de Heer. Ja. Ik had een karakter. Misschien gebruikt de Heer dat nu ook. Om tegen de duivel in te gaan. Ja. Toen ik onbekeerd was. Toen liep ik op het strand met een vriend van me. Daar was geen echte vriend, want daar liep weg toen er een stuk of 10, 15 jongens op afkwamen. Ze zeiden, daar hebben we Jan Zijlstra. Nee, je zal hem krijgen. En mijn vriend rende weg, want hij dacht, jongen, dat is een overmacht, dat verliezen we. En ze slaan ons helemaal in elkaar. En daar stond ik alleen. En ik vond een stuk hout als een samgar. Groot stuk hout. Zo, ik pakte het beet. Ik zeg, ik verlies het van jullie. Jullie zijn met 15. Maar de eerste die op me afkomt, sla ik dood. En niemand wilde de eerste zijn. Dus ik won. Ja. Dat was mijn karakter. Ja. Als een samgar had ik die stok in mijn hand. Prijs de Heer. Ze waren bevreesd voor dat wapen. Daar waren ze bevreesd voor. Ze waren bevreesd voor dat wapen. Ja. En wij hebben een wapen waar de vijand bevreesd voor is. Amen. Ja. Wij mogen niet overmoedig zijn. Maar we mogen ook niet bevreesd zijn. Vrees is een slechte metgezel. En overmoed is ook een verkeerd iets. Maar het wapen wat we hebben, dat is groot genoeg om de vijand te verslaan. Prijs de Heer. En als zij hardnekkig zijn, wij nog veel meer. Als zij willen heersen, wij nog veel meer. Als koningen,
Als machthebbers zal het volk van God zijn. En als ze uitbreken met uitvalsgolven, uitbrekende machten, als een vloedgolf komen over de mensen en ook over Gods volk soms, dan zeg ik, zij zullen geen bezettende macht worden. We zullen net zo lang tegen strijden dat we die macht breken. We zullen hun ruggengraat breken van de vijand. In de naam van Jezus. Daarom zal het antwoord zijn. Dat we door de poort heen zullen gaan. Er staat ook ergens in de profeet, ik meen in Micha. Dat de doorbreker gaat door de poort heen. Ik heb maar één doorbreker, dat zijn naam is Jezus. Maar er staat erachter en de doorbrekers volgen hem. Prijs de Heer. Hé, hey, daar zit Ellen Timmer. Ook zijn doorbreker. Ook hem gevolgd. Die had een hopeloze toekomst. Zo is het toch? Maar je hebt niet opgegeven. We gaan eerder je getuigenis horen. De macht. Hé, hey, daar staat hij. De doorbreker trekt voor hen op. Zij breken door en trekken door de poort. En gaan daaruit door. Een koning trekt voor hen uit. En de Heer is aan de spits. Halleluja. En applaus voor Jezus. Amen. Wordt u bewust dat er een hevige strijd is. En dat er een overstromende bezettingsmacht tegen ons is. Het zijn de machten van het kwaad. Satanische machten die ons proberen te vernietigen. We hebben de strijd tegen overheden, machten, wereldbeheersers, tegen boze geesten, zegt Efeze hoofdstuk 6. Iedere christen die hier zit, de meesten zijn niet christenen. En we weten dat het er allemaal staat. En we hebben die teksten zo vaak al opgenoemd. En we kennen al die Bijbelse plaatsen. Maar er staat ook gelijk achter dat we de strijd hebben tegen die machten en wereldbeheersers. Hij zegt, we moeten stand houden. We zullen stand houden. En hij gaat nog verder dat we ook moeten aanvallen, want hij geeft ons aanvalswapens. Tot aan de poorten der hel. Houd stand. De meeste mensen die reageren op een verkeerde wijze, zegt de Bijbel, als daar strijd is. Weet u hoe de meeste mensen reageren? In een defensief gebed. Ze zijn te soft. Oh heren. Als ik die gebeden hoor van, oh heren. Dan zeg ik, oh heren, er komt weer zo'n soft gebed. Oh heren. Oh heren, dat ik toch zal kunnen vasthouden wat ik heb. Oh heren. Men bidt dat ze bezitten mogen. Het gebied mogen vasthouden, bewaren zullen, als de aanvallen op hen afkomen. En hoe sterker een defensief gebed zal zijn, luister goed wat ik nu zeg, dat is ook een principe. Hoe sterker uw defensieve gebed zal zijn, hoe agressiever de duivel tegen u in zal gaan. Want hij weet dat u zich verschanst heb achter die muur van gebed. Maar omdat u maar een deel van uw gebed bidt, dat was het eerste wat ik heb gezegd vanavond, achter dat deel van defensief bidden, want u wilt toch zo graag geloofsrust hebben, maar u hebt geen rust, want hij valt aan alle kanten, van noord, zuid, oost, west, van binnen, van buiten, van boven, van onderen, aan alle kanten, hij valt aan. En uiteindelijk zult u met een agressieve vijand te maken hebben die u geen dag, geen uur, geen moment met rust zal laten en u jammert het uit en zegt, oh, ik heb geen rust, we moeten toch. Dat komt, u krijgt alleen rust door geloofstrijden. Door een geloofsgebed te strijden. Dat is wat de Bijbel zegt. Maar we zullen de verklaring van Jezus serieus moeten nemen dat de poten der hel zullen ons niet overweldigen. Zo, dus we zullen moeten aanvallen. Wij zullen dus voor die poort komen te staan. Wij zullen staan voor die poort van de vijand. Daartoe gaf Christus ons de opdracht.
U denkt maar, ik ben maar zo zwak, armzalig. En dan komt het miserabel, zwak schepseltje. Hoe meer je zo praat, hoe mooier de duivel dat vindt. Ik lees iets anders in de Bijbel. U hebt de boze overwonnen, staat er. Dat is een andere taal. En de boze moet wijken. Tot aan de poorten der hel zullen we hem achtervolgen. Nog sterker, we gaan de poort binnen en bezetten de poort, zodat hij machteloos wordt. Dat is binden en ontbinden. U denkt dat u steeds maar uw broeder moet binden en ontbinden. Nee, het is de poort van de hel. Daar moet die macht gebonden worden. Dat is wat de Bijbel zegt. In dit verband, wat we nu gaan zien, gaan we een belangrijke tekst lezen. Wees met me mee. Genesis. Er staat in Genesis 22 een belangrijke tekst. Die was belangrijk voor Israël en die is belangrijk voor ons. De Heer zei tegen Abraham: Abraham, uw nageslacht, dat is het volk van Israël. Uw nageslacht zal ik zeer talrijk maken als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee. En uw nageslacht zal de poort zijn vijanden in bezit nemen. Halleluja. Staat zwart op wit. Nou, nu is de vraag, wie is het nageslacht van Abraham? Dat is de vraag. Zijn het alleen de Israëlieten, de Joden die wonen in Israël? Of zijn wij dat ook? Wij zijn ook nageslacht van Abraham. Want de Bijbel zegt in Galaten, sla op, want dit zijn belangrijk, dit zijn sleutelteksten over de poort der hel. In Galaten hoofdstuk 3. Galaten hoofdstuk 3. In het 7e vers. Gij bemerkt dus, hij heeft het over Abraham in vers 6, omdat hij gelovig was. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, dat zijn wij, kinderen van Abraham zijn. Wij zijn kinderen van Abraham. Het gaat door tot vers 9 toe. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Wij zijn kinderen van Abraham, wij zijn zijn nageslacht. En wat was de belofte in hoofdstuk 22 van Genesis, vers 9, 17? De poorten van de vijand, die zult gij in bezit nemen. En het nageslacht van Abraham, u, ik, wij, halleluja, wij zullen de poort van onze vijand in bezit nemen. Nou, zelfs Martin zegt ineens amen. De poorten van de hel zullen in uw bezit komen. Die zult u bezitten. En wij zijn het nageslacht van Abraham. Ben jij het? Ja? Zeg amen dan. Goed. Iemand zegt tenminste nog amen. Deze belofte is voor ons. En deze belofte is voor vandaag. En deze belofte heeft een vervulling. Dat als wij de poorten van de hel aan zullen vallen, dat zij ons niet zullen overweldigen. Dat heeft Jezus gezegd, maar Jezus wist ook van deze tekst. En de belofte was, jullie zullen de poort bezetten. Amen. En wie zit er in de poort? De machthebbers. En wat gebeurt er in die poort? Daar is ingang en uitgang van de bezettingsmacht van de vijand. Maar die gaan we overweldigen. Die macht gaan we dus binden. Door de poort te bezetten, binden we de macht. Halleluja. Mijn gemeente, zegt de Heer, zal staande blijven.
Mijn gemeente zal sterk zijn. En de poorten der hel zullen niet bestand zijn tegen een offensief biddende gemeente. Een offensief bidden van de gemeente. De gemeente hoort een militante kerk te zijn. Halleluja. Militant is niet een negatief woord. Dat is gewoon een agressief woord. Halleluja. De poorten der hel zullen... Hey, achteraan ook. Prijs de Heer. De poorten der hel zullen niet bestand zijn tegen een offensief aanvallend binnende kerk. Tegen een militante kerk. Dat is een mooi woord, militant. Ja. De eerste kerk was een militante kerk. Die zette de hele wereld op zijn kop. Die viel aan en alle fronten. Het was niet één front. Er was niet alleen het Jeruzalemfront. Er was ook een Samariafront. En er was een Galileafront. En er was een Judeafront. En er was een Klein-Aziëfront. En een Efezefront. En een Sardesfront. En een Philadelphiafront. En men maakte front na front. Waren de manschappen genoeg? Ze hadden er maar 2 nodig om de hele stad op zijn kop te zetten. In Efeze bracht de vijand een stad in beweging. Het stadion van 60.000 was vol. En ze riepen voor 2 uur lang: groot is de Efeziërs van de Diana van de Efeziërs. Paulus werd er niet nerveus, nog wat van. Hij zei tegen ze: waarom was dit nogal een drukte die ze maken? Wat een drukte wat ze maken. En dat is machtsvertoon van de vijand. Dat is intimidatie. Dat is de intimidatie. Hij probeert je daarmee te verlammen. Als die 2 uur lang, als de hele stad op zijn kop staat en je staat er met z'n tweeën. Want heel die stad was dus gericht tegen die 2 mannen. Dan worden de meesten nerveus. En Paulus die zei: wat een drukte. Wat een drukte. En ze hebben die stad gewonnen. In een zeer korte tijd waren er 60.000 christenen. Halleluja. In een zeer korte tijd werd die stad ondersteboven gekeerd door het evangelie van Jezus Christus. Halleluja. Ze hebben de poorten van de hel hebben ze bezet. En ze moesten buigen voor de naam van Jezus. Laat de kerk weer de kerk zijn. Kom aan, laat de kerk weer de kerk zijn. Het wordt tijd dat de kerk weer de kerk zal worden. Het wordt tijd dat jullie als kerkleden, waar jullie ook zijn. Ik hou eigenlijk niet van om te zeggen traditionele kerken. Want je hebt ook al traditionele Pinksterkerken. Je hebt ook traditionele evangelische al. Je hebt van alles traditioneel. Maar als wij Bijbelse christenen zijn, waar je ook bent. Hé, jullie daar in de foyer ook. Waar je ook bent, zet jullie woonplaats op zijn kop. Amen. En wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd voor uw vijand. Wees niet bevreesd voor het machtsvertoon van de vijand. Zelfs de poorten der hel konden de eerste christenen niet tegenhouden. Dat was een militante kerk. Ik herinner mij dat ik de eerste grote campagne in Suriname had, in Auxerre. En toen wilde ik graag kijken hoe die hal was. En toen waren de broeders heel nerveus. Ik zei: wat is er toch aan de hand met jullie? Oh broeder, u moet weten dat vanavond begint de campagne. Maar gisteren was er een heel groot hindoefeest. Ik zeg: nou en? Ja, maar al die geesten. Ik zeg: wat geesten? Ja, maar het altaar staat er nog. Nou, dan ruimen we dat op. En ik zei: ik wil die hal wel eens even zien. Dus ik kwam eraan en ik zag dat de hindoe-werkers waren bezig om dat grote altaar op te ruimen. En wij zouden er even later zijn. En ze waren zo nerveus allemaal. Het was zelfs zo dat die hindoe-werkers werden nerveus van onze broeders. Alles werd nerveus. Jongen.
Ik zei, laten we maar even gaan bidden. Dat helpt altijd tegen nerveuze christenen. Ze hef je handen op. Sommigen keken gelijk rond en die keken naar die hindoe werden. Gek hè, dat christen schamen zich altijd voor een christen zijn. En hindoe schaamt zich niet voor hun hindoeïsme. En de moslims schamen zich niet. Die gaan rustig op de straat neerknielen als het tijd is voor gebed. Alleen christenen die doen de gordijnen dicht en de deuren dicht. Wat is dat voor een christendom? Terwijl de christendom is begonnen met open ramen en open deuren. Halleluja. Zo zei, hef je handen op. Kan. En toen bad ik een gebed misschien van 20 woorden langer was. Ik zei, in Jezus naam breek ik de machten, de duisternis breek ik hierbij af in Jezus naam. En zo ging ik een paar minuten even door. En de broeders kwamen de rust en de hindoewerkers die sidderden. En ze zeiden tegen elkaar, later hoorden we dat via een ander, die zeiden dat was krachtig. En het was niks bijzonders. Ik zei gewoon datgene wat Jezus zegt wat we moeten zeggen. Dat is alles. Wij zijn veel te veel teruggedrongen in de defensie. De kerk hoort een militante kerk te zijn. Een aanvallende kerk te zijn. Hoort een strijdende kerk te zijn. Dat is de kerk van Jezus Christus. Halleluja. Laat de kerk weer het afgenomen bezit weer in bezit gaan nemen. En laat de kerk weer nieuwe bezittingen in bezit gaan nemen. Wij moeten weer in bezit gaan nemen wat door de vijand is afgenomen. En wat hij nog niet heeft genomen, dat gaan wij nemen. Halleluja. Laat u niet ontmoedigen als er tegenstand komt door deze houding die u krijgt. Vanavond zou ik zo graag willen dat u een andere houding gaat krijgen. Dat u na deze avond zegt, hé, in Jezus naam, ik ben iemand. Ik heb iets. Ik kan iets. Ik ga iets doen. Ik ga mijn plaats veroveren. Amen. Je mag rustig weten, er leeft heel sterk in mijn hart iets. Dat deze plaats, Leiden, dorp en christenplaats zal worden. Amen. Zo, dan zullen we het moeten veroveren. Dan zullen we het moeten veroveren. Zou je dat ook niet willen voor jouw plaats? Kom aan, zet je voet erop. Wat zeg je? Dat is heel gouden. Ja, maar je moet hem in gouden erop zetten. Neem uw bezittingen weer in bezit. Waar je recht op hebt. En de duivel is een vijand die op alle fronten door Jezus verslagen is. Amen. Laat u niet ontmoedigen. De gemeente heeft een kapitale fout gemaakt. Door een houding te veranderen. Van offensief gebed naar defensief gebed. Dat is de grootste fout geweest die ze maar heeft kunnen maken. Het was in de jaren 50, toen werd het ministerie van oorlog, want zo heette dat vroeger, ministerie van oorlog werd veranderd in een ministerie van defensie. Ze zeiden, ja, we gaan geen oorlog meer voeren, dus we gaan dat veranderen. Dat betekende dus, we gaan niet meer oorlog voeren en uitbreiden en bezit nemen. Nee, we gaan dus defensie hebben. We gaan dus zorgen dat we houden wat we hebben. Dat is het principe. Maar in het Koninkrijk van God ligt het anders. Daar is een vijand. Daar is een agressieve vijand. Daar is een vijand die we neer moeten slaan. En het is nog altijd een ministerie van oorlog. Het is nog altijd een leger. Waar we heel nadrukkelijk moeten strijden. Het is een leger van aanvallen. En als wij de aanvallers veranderen in verdedigers. En veranderen dat het gebied maar behouden moet blijven. Dan zult u heel gauw gaan ontdekken dat u gaat verliezen. En uiteindelijk zal uw gebied bezet gebied worden.
Het is dus de vijand die ons gebied aanvalt, soms langdurige belegeringen, of het is een gemeente die valt het gebied van de vijand aan. Het zal zo zijn dat alles uiteindelijk door deze houding veranderd gaat worden. De duivel weet dat als hij agressief aanvalt, dan zal hij op de duur deze natie zal hij veranderen in een boosaardige natie. En hij is al hard op weg. Maar hij houdt niet van deze soort avonden. Daar houdt hij niet van. Daar heeft hij behoorlijk hekel aan. En hij denkt nu wel, gunst, wat gaan we nou allemaal krijgen? Wat gaan we nu allemaal krijgen? En als u zo gaat spreken, dan zijn er te veel fronten voor hem. We zullen alle fronten tegelijk. Hij heeft het over een front in Gouda. Katwijk. Lelystad. Alphen. Utrecht. De Haag. Come on. Hoeveel had Paulus nodig om Efeze te overwinnen? 2. Met hoeveel stuurde Jezus ze altijd erop uit? 2. En ze overwonnen de hele stad. Alleen je moet zorgen dat de wapens die je hebt sterk genoeg zijn om die vijand te verdrijven. Prijs de Heer. Halleluja. Denk aan John Knox. Hij bad offensieve gebeden. En dat bloeddorstige monster, koningin Mary van Schotland, die vreesde die ene man meer dan het hele leger van Engeland en Frankrijk bij elkaar. En het waren er honderdduizenden. En zij vreesde die ene man meer. Wat een man. Halleluja. En ze werd uiteindelijk nog afgezet ook. Het kostte, ze werd gearresteerd. Ze is gevangen gezet geworden. Uiteindelijk door het gebed van die ene man. Prijs de Heer. Dat is agressief gebed. Dat is een militante houding. Je dacht natuurlijk dat het altijd een beetje een negatief woord was. Maar dat is niet zo. De duivel die zegt, dat moet je niet gebruiken, dat woord agressief. Moet je niet gebruiken. Ik ga des te meer gebruiken. De boosaardige vijand heeft maar één strategie. En dat is aanvallen. Je zou eens moeten kijken bij die poort van de hel. En dan ziet u de golven van de bezettingslegers van de vijand eruit gaan. En die zou je diep schamen en zeggen, hoor ik bij de gemeente die dat allemaal maar toestaat? Zouden wij hen niet een halt moeten toeroepen? Zouden wij niet de strijd moeten aanbieden? Wat moeten wij doen? Wij zullen de vijand moeten aanvallen. U weet de uitspraak, aanvallen is de beste verdediging. U weet het. Dan zult u het ook moeten doen. Dan zult u het ook moeten doen. Anders blijft het alleen maar bij droge kennis. Als de vijand ons aanvalt en wij verdedigen ons alleen maar, dan zullen we natuurlijk nooit bij de poorten van de hel komen. Daar houdt hij ons al vandaan. Wij zijn troon. Wij zijn machthebbers daar die samenkomen. Wees verzekerd dat de duivel zal moeten wijken. Nou, ik weet dat vele christenen vinden taal veel te heftig. Vele christenen die houden hier niet van. Die zeggen, nou. Dat gaat me wel een beetje te ver. Nou ja, dan gaat u niet zo ver. Dan word je straks vanzelf overweldigd. Dan ga je niet zo ver. Maar ik weet dat de vijand kan niet op tegen onze wapens. Jaren geleden had ik een visioen van een monsterachtige duivel die ons aanviel.
En niet zo'n kleintje ook. Ik heb geen meetlat hier bij me. Ik heb niet, anders moet ik ergens opstaan, maar die capriolen mag ik eigenlijk niet doen. Dus, hè? Niet doen dus, niet doen maar. Maar als conciërs, ga je zo toch hier voor me staan. En als ik mijn hand opsteek, hoger dan daar was zijn kop, zo groot was die. Zo groot. En ik moest naar hem opkijken. Dat is natuurlijk, ga maar zitten, dat is natuurlijk altijd het machtsvertoon. Hij was een monster. Zijn kop was ongeveer zo groot. Zijn ogen waren als, haast als voetballen zo groot. Hij was bekleed met schubben en met veren. Hij stonk als een vies, vuil, smerig zwijn. En ik probeerde hem te verdrijven. Het was een hevige strijd, dat wil ik u vertellen. Er zitten heel verhalen vast en dat duurt te lang als ik dat moet gaan vertellen. Maar één ding weet ik, uiteindelijk ging hij vanwege de wapens die we hadden. Woord, geest, de naam. En hij schreeuwde het uit. Ik kan je nu niet aanvallen. Maar allen die geen overgegeven leven hebben aan jullie koning, die zijn voor mijn rekening. En schreeuwend ging hij weg. Het was een monsterachtig iets. De duivel, die houdt er niet van als we deze taal spreken. Maar er zijn christenen die zeggen, ja maar, daar word ik helemaal nerveus van. Het is mij te heftig, het gaat me veel te ver. Maar dat komt, we zijn verwende christenen geworden. We zijn verwende christenen geworden. Het wordt dus tijd dat wij een andere inzet krijgen, een instelling krijgen die totaal anders is. Heus, we mogen heus wel eens een keer een gezellige fellowshipavond hebben met een barbecue. Maar vergeet het niet, het koninkrijk van God, dat is een geestelijke oorlog. En dat is iets anders dan een barbecue. En sommigen maken zich vreselijk druk erover. Ik had een keer een campagneavond. We gingen een bolwerk slopen. En toen keek ik op de stoel. Ik liep zo even rond en ik zag een papiertje liggen. Ik pakte het op. Ik kon mijn ogen haast niet geloven. Geef u op voor de barbecue. Ik zei, wat is dat? Wat is dat? Ze halen weg. En die voorganger die werd helemaal nerveus. Hij zegt, het is belangrijk, het is belangrijk. We moeten het aantal mensen hebben. Aantal mensen hebben? We gaan ze iets anders geven. Ik werd woest. Pakte de stok van Shanghai. Woest werd ik. Ik zeg, dat gaat eraf. Ik wil het niet hebben. Ik wil het niet hebben. Waar mensen zich mee bezighouden. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Een barbecueavond. We waren op een oorlogspad. Maar als ik sommige gemeentes moet geloven, wat op het aankondigingsbord staat of op in een gemeentekrantje, dan staat er, geef je op. Geef je op. Een heerlijke kroes. Laat u eens verwennen. Zwembaden zoveel. Vijf sterren schip. Aanmeldingen en inschrijven bij de cruiseleider, de kapitein van de gemeente. Laat u eens heerlijk verwennen. Er wordt overal voor gezorgd. En dan uiteindelijk komt die grote dag. En je gaat naar de haven. En je kijkt naar dat schip. Je zegt, waar is het schip? Dan zie je alleen maar een groot grijs schip en van die letters voorop. Die cijfers. Ja, kanonnen, ja. En hier loopt er. En dan staat er een bord dat de ingang is. Je loopt daar die loopplank op.
U krijgt wel gelijk een helm. U zegt, wat is dat? U krijgt de hele uitrusting. U zegt, ik heb al trek, waar wordt de start gegeten? Want u denkt natuurlijk aan een heerlijke grill, barbecue. Was in het vooruitzicht gesteld door de kaptein. En u hoort, en u krijgt alleen maar een oorlogsrantsoen. En u krijgt gelijk een instructieboek. En u krijgt te horen, morgen om 5 uur appel. Ik dacht dat we om 9 uur pas ontbijt hadden. Nee, appel, 5 uur. U krijgt een krijgsplan te horen. En u hoort dat er gestreden, maar waar gaan we dan naartoe? We gaan naar een oorlogsgebied. En u dacht bij uzelf, daar hebben onze zendelingen heen gestuurd, daar hebben onze zendelingen voor. Daar hebben onze zendelingen, daar heb ik elke week braaf mijn geld voor gegeven. Elke keer als een collecte werd gehouden, gaf ik mijn geld voor de zendelingen, die moesten maar vechten. Maar ik ga op een cruise. Ik ga met een mooi wit schip en laten zij me vechten. En dan af en toe komen die zendelingen eens langs. En dan zeggen we, oh wat geweldig dat we die zendelingen hebben, die strijden, die hebben een strijd te strijden. Zo, we gaan even een rondje houden, collecten, dan geven ze weer, dan mogen ze weer voor een jaar weg. Maar nu zit u ineens op dat schip. U zegt, ik wil eraf. Maar u vaart al. U vaart al. U kunt niet meer. Halleluja. Ja. Ja. Het is oorlog, krijg u te horen. Het is oorlog. Maar dit is de werkelijkheid, mensen. Weet u wat gebedstrijders zijn? Dat zijn zwaardstrijders. En zwaard is het woord. En die weten het zwaard te hanteren. Dat zijn bidders die bidden met het woord. Zij bidden met het woord. Zij belijden het woord. Ze proclameren het woord. En al biddend proclameren zij. Dat is iets anders. Het gebed moet een en al proclamatie zijn van het woord. Later krijg je dat gebedswel van een gebedsrust. Dan zeg je, oh vader, ik dank u dat ik kind mag zijn. Nou mag u heerlijk eens even koesterend zitten aan de zijde van de Heer. Maar wacht eens even, meester is aanvallend. En dan zeg je, ik belijd het woord. Ik proclameer in de naam van de Heer, ik ben een overwinnaar. Ik ben sterk in mijn God. Ik ben sterk met mijn Heer en met mijn meester. Dat zwaard van de geest, zegt Efeze 6 vers 17, dat is krachtig en sterk. Weet u hoe het zwaard van de geest krachtig is? Er staat in Efeze 6 vers 16, 17 twee belangrijke principes. Het spreekt over het zwaard van de geest, dat is het woord van God. En het spreekt over het bidden van de geest. Iets verder, 17. Hoofdstuk, ja. En nog verder. Het zwaard van de geest. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smekens bij elke gelegenheid in de geest. Dus het is biddende geest. En het vers daarvoor is 17. Daar staat, en het zwaard des geestes. Het is het zwaard van de geest, het woord. En het is het bidden in de geest. En allebei zijn dus belangrijk en horen bij elkaar. Wanneer ik bid in de geest, ontvang ik de instructies van de geest hoe ik het zwaard moet hanteren. Hoe ik daarmee om moet gaan. Effectief moet strijden. Hoe het in mijn mond moet zijn. Want Jezus had ook het zwaard in de mond, het woord. En wij zullen ook het zwaard in de mond moeten hebben, het woord. En daarmee zullen wij de vijand uitschakelen. Het woord van God. Jezus
die had ook steeds een confrontatie met de duivel. Het bekende gedeelte is Matthäus 4, de eerste 10, 12 versen. Hoe hij verzocht werd en dan werd hij aangevallen. Maar hij won met het zwaard van de geest. Jezus had een confrontatie. En Jezus had geen defensieve houding. Hij had een aanvallende houding. En hoe hij ook rondging, hij dreef altijd de boze geesten uit. Vanaf het eerste dag van zijn bediening begon hij de werken van de duivel uit te roeien. En uit te schakelen. Boze geesten dreef hij uit. En ze konden geen stand houden. Ze gilden, schreeuwden het uit. Jezus overwon steeds de Satan met het zwaard van de geest van het woord. Overwin ook de duivel met het zwaard, het offensieve gebed. Nooit zal u een oorlog kunnen winnen door een defensieve houding. Halleluja. Hey, weet je wat ik voel? Dat sommigen eindelijk beginnen wakker te worden. Het heeft even geduurd, maar het begint. Amen. In het begin dacht u, wat gaan we nou krijgen? Wat is dat voor een taal? Tjonge jonge, het lijkt wel, dat is opruimend. Ja. Moet ook opruimend zijn. Amen. De duivel die moet zich rot schrikken. Waarom was een bepaalde tijd, toen was Jezus, die was aan de oever van de zee van Galilea. En misschien hadden ze net een paar visjes op de barbecue gelegd. En ineens staat hij op. Hé, dan kom je over aan de overkant. De barbecue dan. Geen tijd voor, we gaan naar de overkant. Petrus en de zijnen pakten gauw die visjes in, voor onderweg dachten ze. Met de Heer weet je het nooit waar je vandaag bent en waar je morgen heen gaat. Plotseling is daar een aanval weer in de gedachten van de Heer. Want de geheime dienst van de Heer werkt perfect. Ze hadden belangrijk een oorlog voeren om een geheime dienst te hebben. En plotseling stapt hij op en zegt: we gaan naar de overkant. Er komt een storm aan, zo te zien. Oh, dat geeft niet. Gaan we doorheen. En wees verzekerd, als u in de aanval gaat, dan komt de duivel met de storm. De duivel die wist blijkbaar dat ik in de aanval wilde gaan voor deze stad. En die dacht, ik ga die Jan Zaatsters even goed aanvallen. En ik heb werkelijk alles meegemaakt wat je haast kon meemaken. Maar in de naam van de Heer zijn we overwinnaars. Amen. Halleluja. En ik voel me sterker dan ooit. En de plannen die God me heeft gegeven, gaan we ook ten uitvoer brengen. En u mag me meehelpen. En ik ga dan met u helpen. Gaan we het samen doen. Prijs de Heer. Als u mij helpt, help ik ook u. Anders moet ik het alleen hier doen en dan heb ik geen tijd meer om u te helpen. Maar als u mij helpt, heb ik tijd over om weer u te helpen. Kom ik naar Gouda. Ja, heb ik nog een appeltje mee te schillen met die stad. Ja, ja. Er zijn meer van die plaatsen waar we appeltjes mee hebben te schillen. Dat is nog niet voorbij. En de duivel denkt soms dat we dat vergeten, maar dat heb ik niet vergeten. Jezus, die ging naar de overkant en daar was legioen. Daar kwam die bezetene. En de duivel die dacht, tjonge, jongen, wat gaat er nu gebeuren? Die man stond bekend. Die brak al de ketenen. Die was niet in toom te houden. Alles werd overhoop gegooid door die man. De stad vreesde zeer voor hem. Hij werd bevrijd door Jezus. En hij werd een geweldige getuige. Hij wilde met Jezus mee. Hij zegt: Heer, mag ik met u mee naar de overkant? Ik ga u volgen. Nee, zegt de Heer, je blijft hier. Jij gaat hier. Iedereen kent jou en jij bent een geweldige getuige. En door jouw getuigenis zal de bolwerken verder afgebroken worden hier. Hé, hey, soms denk je wel eens, ik zou iets anders willen doen. En dan zegt hij, nee, je moet dit blijven doen. Om bolwerken te slechten. En de mensen kwamen overal tot geloof. Toen ze hoorden en zagen dat legio
was bevrijd. Breek de bolwerken af. Hé hey mensen, de vijand die wij tegenover ons hebben, die zich zo vastnestelt in dat bolwerk, die zullen we moeten verdrijven. Hoeveel macht denkt u dat u bidden heeft? Hoe? Alle? Dat is dus almacht. Almacht? Dat is ook zo'n uitspraak dat velen denken, het gaat mij te ver. Klinkt mij te hoogvaardig. Heftig. Almacht. Maar we hebben het over uitspraken van de Heer. Ik heb alle macht. Dat is almacht in hemel en op aarde. En ik geef u alle macht. Herinnert u in Lucas 10? Ik geef u alle macht. Om die bolwerken te slechten. Wat is een bolwerk? Dat is een sterkte. Dat is een hoogte, een sterkte die heerst, die over alles heerst. En dat bolwerk wordt geslecht. De duivel, die valt aan. We gaan eens lezen wat er staat in 2 Korinthe 10 vers 4 en 5. Hier lezen we iets belangrijks. We leven wel in het vlees, maar we trekken niet te strijden naar het vlees. Want de wapens van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar zijn krachten voor God tot het slechten van bolwerken, zodat we de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. En gereed staan zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. Hier lezen wij over een menselijke wijsheid en inzicht en kennis en redeneringen. Hier lezen wij van vaste overtuigingen van mensen en menselijke theorieën. De gangbare menselijke orde, daar zullen wij uiteindelijk allemaal tegen moeten strijden. Tegen theorieën, tegen de menselijke orde, de wetenschap en alles wat er is. Wist u dat zonder dat we het beseffen, zijn al deze theorieën, al onze bedenkingen en al de inzichten, menselijke gedachten, zijn eigenlijk gevangenissen geworden voor ons leven. Zoveel zijn zo in gevangenissen gekomen. Het is de een of ander. Je breekt uit en breekt het af tot de grond toe. En je zegt, ik zal alleen gehoorzaamheid aan God en niet meer langer luisteren naar die overtuigingen, die wijsheid, die inzichten, die kennis en die theorieën en die menselijke gangbare orde. Daar zal ik niet langer meer voor buigen. Ik buig voor de levende God. Amen. Gebed is uiteindelijk buigen voor God. Er staat in Jacobus 4, vers 7 iets belangrijks. Onderwerp u aan God. Onderwerp u aan God, staat er. En er staat dan gelijk achter en biedt weerstand tegen de duivel. Hé, daar staat het. Mooi. Onderwerpt u aan God. Dat is in gebed. Maar tegelijkertijd weerstand bieden. En de duivel vlucht. Voor de duivel blijft er een plaats over. Er staat dat wij de boze zullen overwinnen. Wederstaat hem. U zegt, ja, maar ik voel me zo nietig. Nou, ik ga weer een heleboel jaren terug. Ongeveer een jaar of 60 terug in mijn leven. Toen nog een jongetje was en op school zat. Op de een of andere wijze maakte ik nog alles ruzie. En ik was aan het vechten op het schoolplein. Maar ik was, ja, u gelooft het misschien niet, maar ik was behoorlijk sterk. En zo, er kwamen eens een keer nogal wat van die andere gastjes op me af.
En de overmacht was te groot. Maar mijn grote broer zat ook op de school. Hij zat in de grootste klas. Zo ik ging naar mijn broer. Ik zei, broer, kom eens even mee. Zo, en mijn broer stond naast me. En al die gasten, maar zomaar weg. En ik voelde me geweldig sterk. Met mijn broer. Ik voel me geweldig sterk met mijn broer. Ik voel me sterk met mijn broer. En hij heeft gezegd, en ik zal met u zijn. Ik zal je niet begeven en niet verlaten. Je kunt er mij rekenen. De vijand zal moeten buigen. Halleluja. Nou, later was die broer er niet meer. Toen moest ik het zelf doen, toen nam ik die stok.